Mens en samenleving, dat is het nieuwe vak dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf volgend schooljaar wil organiseren. Behalve de vraag naar de noodzaak van zo'n vak, is er ook de vraag naar de manier waarop dat dan moet georganiseerd worden. Vragen voor de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, voor de CD&V die vandaag de onderwijsminister levert en voor de N-VA die bedenkingen heeft bij al die plannen. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Lieven Boeven, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ook de Vlaamse parlementsleden Kathleen Helzen van de CD&V, voorzitter van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement en Koen Daniels van de N-VA, ondervoorzitter van diezelfde commissie. Welkom allemaal in deze studio. Nu, aanleiding van ons gesprek zijn de plannen van het Katholiek Onderwijs om vanaf volgend jaar een nieuw vak Mens en Samenleving in te voeren. Lieven Boeven, voor we eraan beginnen, nog eens samenvatten. Dat nieuwe vak, wat gaat daar allemaal in zitten? Het is een vak van 2 uur dat geprogrammeerd wordt in het eerste jaar. Mens en samenleving zal vooral gaan over die eindtermen, want we hebben nieuwe eindtermen, die te maken hebben met een aantal competenties die op dit moment niet in andere vakken aan bod kunnen komen. Waarom kunnen die daar niet komen? Omdat die eindtermen veel ambitieuzer zijn dan vroeger en dat daar ook inhouden aan gekoppeld zijn. Oké, en nu concreet, over welke competenties gaat het? Het gaat over digitale competentie, het gaat over economische competentie, het gaat over burgerschapcompetentie, een belangrijke, maar ook competenties in zaken lichamelijk, relationeel en samenleven. Ja, en maak dat nu eens concreet. Welke onderwerpen zouden in zo'n les aan bod kunnen komen? Bijvoorbeeld EHBO. Op dit moment voorzien wij voor EHBO in de lessen lichamelijke opvoeding concrete training. Nu zijn er bij de eindtermen een aantal inhouden bepaald rond EHBO. En je moet ergens plaats voorzien in je curriculum waar dat aan bod kan komen. Hetzelfde voor bankbeheer, beheer van rekeningen en zo verder. Op dit moment hebben wij dat niet in ons eerste jaar. Je zou dat kunnen koppelen bijvoorbeeld aan aardrijkskunde of aan geschiedenis. Hè? Want dat deden wij vroeger met die vakoverschrijdende eindtermen. Ja, op dit moment stellen wij vast dat dat eigenlijk niet meer werkt. Meer nog, als je het langs de positieve kant bekijkt, zie je ook dat er een heel aantal van die zaken rond samenleven, rond wat betekent het consument zijn, wat betekent het burger zijn, wat betekent het in een gezin samen te leven, enzovoort, dat je daar een aantal zaken kunt samenbrengen om vanuit een positieve insteek daar een vak rond te maken, een aantal inhouden, een aantal eindtermen aan te koppelen, zodanig dat je leerlingen onmiddellijk op de goede weg zet. Ja, nu, die eindtermen die zijn natuurlijk geformuleerd door de Vlaamse regering, heeft die ook gecommuniceerd ondertussen. Hebben we nood aan zo'n vak, Kathleen Helzen? Wel, ik zal daar duidelijk in zijn dat het parlement de sleutelcompetenties vastlegt en vraagt dat er eindtermen opgemaakt worden en dat wij die ook in het parlement goedkeuren. Maar wij hebben in het parlement beslist dat de vakken die we hebben aangehouden worden. Maar de doelen die wij voorop stellen als Vlaams parlement, op welke manier en via welk vak dat die bereikt worden, dat bepaalt het Vlaams parlement niet. Nee, maar goed, u heeft meneer Boeven gehoord, wij gaan zo'n vak organiseren, zegt hij, waar al die competenties aan bod komen. De vraag was, heeft een school nood aan zo'n vak? Hebben leerlingen nood aan zo'n vak vandaag? Wel, het is zo dat de scholen de vrijheid hebben vanuit de overheid om zelf te kiezen. Oké, wat vindt u zelf? Heeft zo'n school nood aan zo'n vak? Heeft een kind nood aan zo'n vak? Wat wij belangrijk vinden is dat de scholen de eindtermen realiseren. En wij hebben heel duidelijk geformuleerd welke sleutelcompetenties er moeten vertaald worden in eindtermen. Burgerschapscompetenties zijn daar een belangrijk element van, maar ook andere competenties. Wij hebben 16 sleutelcompetenties geformuleerd die moeten vertaald worden. Ik ga mijn vraag op een andere manier formuleren. Lieven Boeven heeft ze net opgesomd, heeft er een aantal opgesomd. Als een school dat wil organiseren in 2 uur in het eerste jaar, is dat dan een goede manier voor u? Wij spreken ons niet uit over de manier. Dat is ook een heel duidelijke conclusie geweest en een stelling geweest in het debat rond de eindtermen. Dat de politiek, het Vlaams parlement, zich uitspreekt over de doelen, over het wat. Ja. Hoe school, dat die doelen bereikt. Voilà. Zij hebben die ruimte om die keuze te maken. En als ze die keuze maken, is het prima voor u? Als ze die keuze maken en ze bereiken daarmee de doelen die wij voorop stellen, is dat prima. Okay. Maar dat is wel belangrijk, dat de eindtermen die wij voorop stellen, dat die gehaald worden. Maar de manier waarop, via welk vak en op welke manier dat zij de doelen eigenlijk toekennen aan de vakken die gegeven worden, daar hebben de scholen de volledige vrijheid in. En als ze het dan willen doen op de manier zoals Lieven Boeven het voorstelt, 2 uur in het eerste jaar, dan moet dat kunnen. Dan moet dat kunnen. Oké, okay, dat is duidelijk, Koen Daniels. Mm-hmm. De manier waarop, van eerste noodzaak, vindt u ook dat er nood is aan een betere vorming van leerlingen op het vlak van burgerschap, financieel-economische kennis, kennis over de staatsstructuur? Moeten leerlingen daar beter in worden?
Ja, ik denk vanuit N-VA dat ik daar heel duidelijk ja op kan antwoorden. Het is ook vanuit onze partij al lang een programmapunt om die mediawijsheid wordt ook genoemd. Mediawijsheid, economische vorming, sociaal-relationele, digitale competenties. Maar absoluut ook hebben we het in de eindtermen genoemd burgerschap en competenties met inbegrip van competentie in zaken samenleven. En ik denk dat dat heel goed vat. In Vlaanderen, we leven samen. Onze maatschappij is gestoeld op de normen en waarden van de verlichting. Ja, dan moeten we die ook durven benoemen in ons onderwijs. Onderwijs is vorming en opleiding. We willen onze toekomstige burgers vormen. Ja, dan moeten we dat ook expliciet aan bod laten komen in onderwijs. En dus ben ik heel blij, en ik heb er ook zelf mee over gewaakt samen met mijn partij, dat in die eindtermen toch wel een stevige brok, ik heb ze hierbij, een stevig stuk gewijd hebben aan die burgerschap, aan die waarden van de verlichting, aan rechten en plichten. Maar ook hoe dat onze maatschappij georganiseerd is. Hè. Hoe werkt het hier? Hoe draait het hier? Wat doen we? Wat doen we niet? Hoe zit onze staatsstructuur in elkaar? We hebben in Vlaanderen dat mensen, als ze naar het nieuws kijken, tenminste kunnen volgen waarover het gaat. De andere zaken die hierboven net heeft opgezond, zijn inderdaad ook belangrijk. Hè. Bijvoorbeeld economische competenties. Iedereen zal in zijn leven ooit wel geconfronteerd worden met leningen. Ja. Ja, dat is wel belangrijk dat je weet hoe dat wat in elkaar zit. Rechtbanken bijvoorbeeld, hè. Als je naar het nieuws kijkt, eerste aanleg, Hof van Beroep, de procureur, parket, ja, dat gaat niet over de vloer, dat gaat over iets anders. Ja, dat zijn zeer cruciale elementen, dus moet dat een plaats hebben in onderwijs? Oké, maar het krijgt een plaats in het onderwijs, hoor ik hier. Althans, toch in het katholiek onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs heeft eigenlijk een gelijkaardig van, daar wil ik het straks over hebben. Maar de manier die we hier horen, we gaan 2 uur voorzien in het eerste jaar om leerlingen die kennis bij te brengen, is dat een goede manier? Wel, ik stel vast, we hebben de eindtermen gemaakt voor de eerste graad secundair onderwijs. Dat is het eerste en het tweede jaar middelbaar. Dus je kan je al de vraag stellen waarom in de advieslestabel van de koepel van katholiek onderwijs in deze staat, we gaan in dat eerste jaar 2 uur doen. Je kan ook zeggen, we gaan het eerste jaar 1 uur doen en het tweede jaar 1 uur doen, omdat natuurlijk er direct de discussie aan samenhangt, wat valt er dan weg? Ja. Daar wil ik het straks over hebben, want we horen zeggen, Nederland zal wegvallen. Ja. Maar goed. Maar het tweede punt wat ik toch ook wil aanhalen is, we moeten ook opletten dat natuurlijk dat vak mens en samenleving, dat dat niet een ongelooflijk clustervak wordt waar alles in gaat. Want natuurlijk de vraag komt dan, wie ga je dat laten geven? Als ik denk aan bepaalde burgerschapscompetenties. Ja, en ga je met die 2 uur dan nog toekomen? En ga je met die 2 uur nog toekomen, want je kan ook bepaalde economische geletterdheid, die kan je ook in het vak wiskunde aan bod laten komen, hè, waar die leerkracht zich misschien ook wel zeer competent in voelt. Want als je en sociale dimensies, en economische, en digitale, en mens en maatschappij, ja, dan vraag ik me wel een beetje af, welke leerkracht ga je dat laten geven? Goed, economie is natuurlijk een menswetenschap, hè, maar we lezen, meneer Boeven, dat, en we horen, u heeft dat ook al gezegd, dat dit ten koste zal gaan van 1 uur Nederlands. Waarom die keuze gemaakt? Ten eerste, als wij zo'n voorstel doen, dan zijn dat zaken die afgetoetst zijn met onze directeurs. We hebben een directiecommissie, we hebben ook bestuurders. Onze standpunten zijn gedragen standpunten vanuit het werkveld. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te zeggen. Er zijn altijd een aantal mensen die niet akkoord gaan, maar wij werken met een participatieve besluitvormingsstructuur. Dus zo'n standpunt zijn niet het voorstel van Lieven Boeven. We hebben geluisterd en daar is dan dat vak Nederlands. Ten tweede, leerlingen schrijven niet in voor 27 uur, dat is die minimumlessentabel, maar voor 32 uur. Dus er zijn 5 vrije uren die men ook verder kan inzetten. Ten derde, ja, we hebben gekeken naar de eindtermen Nederlands. We hebben ook gekeken hoe kun je die goed afwerken. En het komt ons toch voor dat er hele groepen leerlingen zijn die in 4 uur die eindtermen Nederlands kunnen halen, op voorwaarde dat je een goed talenbeleid ontwikkelt, waarbij ook in andere vakken die zorg rond het Nederlands opgenomen wordt. Er wordt heel vaak naar begrijpend lezen gewezen. Dat je strategieën rond begrijpend lezen, dat je die actief inoefent in de les Nederlands, zeker. Maar uiteindelijk, het echte inoefenen in begrijpend lezen, dat doe je in tekstengeschiedenis, in aardrijkskunde, in Frans, in andere. Er is ook heel veel transfer tussen de talen. Ik zal een voorbeeld geven, een leerling Latijn. Ik ga even samenvatten wat u zegt. 4 uur Nederlands, plus de toepassing, bijvoorbeeld op vlak van begrijpend lezen, in de andere vakken. Ja. Maar mijn punt is nog niet afgemaakt. Ten tweede, voor die groepen waarvan we op voorhand weten dat ze niet in 4 uur kunnen, daarvoor bestaan precies die 5 keuzeuren waarbij scholen al naar gelang een context. Want vandaag is het 5 uur voor iedereen, hè? Het is 5 uur voor iedereen. Ja. En dus wat wij zeggen is 4 uur voor iedereen.
En daar waar het nodig is omwille van de doelgroepen, kun je vanuit dat pakket, die 5 uur, er een uur aan toevoegen. Zoals men dat ook voor wiskunde of voor Frans, in de moderne wetenschappen op dit moment. Ja. Als je een Latijnse hebt en een moderne wetenschappen, ja, de ene hebben ook wat meer Frans, Nederlands. Dus samengevat, Nederlands zit in die eindtermen. Op het einde van de rit gaan we nagaan of leerlingen die eindtermen al dan niet behaald hebben. Na 2 jaar. En het zal dus niet alleen maar op basis van dat vak Nederlands zijn, maar ook op basis van de andere vakken dat die eindtermen moeten worden bereikt. Maar ik denk dat voor eindtermen Nederlands, begrijpend lezen, dat moet ook begrijpend lezen, moet je ook in geschiedenis kunnen. Ja. Nu, het probleem is, van sommige eindtermen weten we pas binnen 6 jaar, als leerlingen uit het 6e middelbaar uitstromen, of ze al dan niet behaald hebben. Lectoren, professoren in het hoger onderwijs klagen nu al over het taalniveau van hun studenten. Ja. Enkele weken geleden was er die opmerking van een aantal professoren. Ze kunnen geen papers meer schrijven. Maar u weet, in mijn tweede leven ben ik professor. Mm-hmm. En ik kloeg daar 15 jaar geleden ook al over. Ja. Dus met andere woorden, het feit dat een bepaald niveau klaagt over het niveau dat het voorgaande niveau levert, is eigenlijk van alle tijden. Is dat geen illustratie van de instroom van die studenten in het hoger onderwijs? Ik denk dat iedereen op hun basis niet. Maar ik denk dat iedereen is op elk moment zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als men enkel op taal aan de universiteit, en ik heb het meegemaakt, enkel op taal begint te letten op het moment dat mensen naar de master gaan en bij het geschreven werk in de bachelor nooit opmerkingen maken over taal. Ja, je kunt ook dingen ontleren, hè. Ik bedoel, dingen die niet ingeoefend worden. En vandaar, het is een kwestie van onderhoud. Dus een taalbeleid, als we taal belangrijk vinden, ook professionele taal, en zeker voor mensen die verder studeren is dat toch ook belangrijk, dan moet je daar constant aandacht voor hebben. Iets meer doen dan een tweet schrijven, bijvoorbeeld. Koen Daniels, uw partij wil geen Nederlands opofferen voor het vak Mens en Samenleving? Bij ons gaat het vooral over het signaal dat gegeven wordt. Je bent als koepel van de grootste onderwijsverstrekker in Vlaanderen, toch wel wat een autoriteit. Ik kan dat wel zeggen, scholen beslissen zelf, maar wat je natuurlijk hen voorspiegelt, nemen zij wel aan als dit is het nu. Er wordt ook gezegd van, wij gaan voor die 4 uur... We hebben toch wel die 5 uur... Die 5 uur vrij in te vullen waar ze kunnen remediëren. Ja, dat is waar, maar als je natuurlijk het zelf als koepel voorstelt en zegt, we gaan daar onze leerplan op enten, dan geef je eigenlijk wel aan, dit is wat we aanraden en wie dat niet volgt, die moet zelf maar beginnen knutselen. Ik vind, dat is eigenlijk 1. 2. Het gaat over het signaal dat we zeggen, Nederlands wordt op alle vlakken eigenlijk aangegeven, is een knelpunt. U haalt het zelf aan, professor hoger onderwijs, maar ook de leerkracht geschiedenis haalt het aan. En daar komt nog bovenop dat we met parlement, en nu in de regering ook, de eindtermen Nederlands in de eerste graad, dat we die eigenlijk heel sterk uitdagen, zeer ambitieus. Ik lees zelfs in de vlog, waar het katholiek onderwijs deel van uitmaakt, dat men zich vragen stelt of dat niveau dat dat niet te hoog is, dat dat niet meer uitbreidingsdoelen zijn. Dus men zegt eigenlijk dat de eindtermen Nederlands, die we vroeger in 5 uur haalden, en de nieuwe eindtermen Nederlands nu, dat die eigenlijk straffer en moeilijker zijn. En we gaan dat dan aanpakken met een uur Nederlands minder. Ja, dat lijkt maar als het nodig is, komt er een 5e uur bij, in die vrij in te vullen. Ja, in die vrijheid. Maar als het nodig is, als je zelf zegt in de vloer het is te moeilijk, dan denk ik dat je zeker die 5 uur moet halen. Want ik hoor meneer Boeven toch zeggen, we hebben directies geraadpleegd, scholen geraadpleegd. Ja. Ik lees ook in Fonds, het tijdschrift en de Vereniging van Leerkrachten Nederlands, op hun website, lees ik dan aandacht voor taal in alle schoolvakken levert voor iedereen voordelen op. Ik zeg dat niet, blijkbaar de leerkracht in Nederland zelf. Maar dat klopt, hè. Dat is niks nieuws. Hè. Dat is absoluut juist. Maar natuurlijk komt het dan op het punt van de algemeen pedagogische richtlijnen, die de koepel ook uitvaardigt, dat in vakken die geen taalvak zijn, eigenlijk niet mag geëvalueerd worden op, de algemeen pedagogische richtlijnen, u wel bekend, niet mag geëvalueerd worden op Nederlands. Ja, dat is natuurlijk rijden met en de vitesse in 5e, maar ondertussen ook de handrem optrekken. Ik zou hier het gaat ons over het signaal en ook wat het wegrelativeren. Want natuurlijk, je zou kunnen zeggen, wiskunde, dat komt ook aan bod in geschiedenis, aardrijkskunde komt ook aan bod in Nederlands. Dan krijg je 1 groot project algemene vakken. We doen overal alles. Maar als je natuurlijk overal alles doet, dan dreigen bepaalde inhoud verloren te gaan. Dat is eigenlijk 1. 2, en dan kom ik op het waar de werkelijke kern van onderwijs zit. De leerkracht die het geeft, is bekwaam, competent in een aantal zaken, maar niet in alles. Ja. Dus laat ons dat signaal... Meer focus, samengevat. Ja. Meneer Boeven, u wil reageren, want... Ja, op dat punt van die evaluatie, het is niet omdat er geen punten op staan, dat het ook geen element van evaluatie kan zijn. Het is ook zo, meneer Daniels, u weet dat ook. Hoe ga je leerlingen dan motiveren om beter te presteren? Als leerlingen enkel gemotiveerd worden door het feit dat ze er punten voor krijgen, dan denk ik dat wij met onderwijs niet goed bezig zijn. Ik denk dat persoonsvorming, wat toch bij een katholieke dialoogschool belangrijk is, dat je mensen ook op engagement, op inzet, op betekenis, dat je daar wil inzetten, dan moet je van leerlingen meer
kunnen verwachten, moet je hen ook stimuleren om meer te doen dan enkel voor punten te werken. En meneer Daniels weet zeer goed, als er een leerling een negatief zou krijgen op taal in geschiedenis en die leerling gaat daarmee verder, in de rechtspraak, dat onderuit gehaald wordt. Ja. Maar andere woorden, als wij dat aan onze scholen aanraden, dan is dat niet omdat wij dat een zeer groot pedagogisch principe vinden, maar dat is dat om onze scholen ook juridisch in te dekken. Ja. Nu, wat dat tweede punt betreft, want meneer Daniels had ook het punt gemaakt van als we alles overal geven, dan wordt alles een beetje een mishmash. Ja, ik denk niet dat wij ervoor pleiten om alles overal te geven. Wij zullen wel een gemeenschappelijk leerplan hebben. Maar een gemeenschappelijk leerplan dat aan vakken gekoppeld wordt en waarbij een school zelf zeer duidelijk maakt van kijk, dit willen we onder meer daar en daar en daar bekijken, maar bijvoorbeeld niet daar. Met daar omdat, en daar en daar bedoelt u bepaalde bijvoorbeeld vakken? Bijvoorbeeld rond taal, ja. maar ook bijvoorbeeld rond... ik zou ook graag hebben, als een leerling historische fouten maakt in het vak Nederlands, dat die leraar... Ja, dat hij daar ook opmerkingen over maakt. Vraagt u dan toch niet heel veel van die leraar? Maar wij vragen heel veel van de leraar. Waarom? Omdat het over kinderen gaat. Maar leraren zijn ook goed gevormd worden. Maar dan verlangt u van een leraar Nederlands, de historische kennis die zijn collega heeft, die geschiedenis... Maar historische kennis, als zij zeggen, kijk, 1302 voor Christus... de sporenslag, dat er minstens gezegd wordt, de paratenkennis. Het gaat over paratenkennis. Okay. Het gaat eigenlijk over aandacht voor dergelijke zaken. Ik wil mevrouw Helzen aan het woord laten. Ik las in het Belang van Limburg, mevrouw Helzen, dat u voorstelt om mensen en samenleving in het vak Nederlands te geven. Een quote van u: laat de leerkracht aandacht schenken aan correct spreken, schrijven en begrijpend lezen van teksten rond mens en maatschappij. Is daarmee dan opgelost? Laat het de leerkracht Nederlands dan maar doen? Mensen aan maatschappij geven, bedoel ik? Ja, ik heb de vraag gekregen op welke manier dat ik keek naar de beslissing van de koepel om dat nieuwe vak in te voeren, waarbij dat ik duidelijk gesteld heb, voor ons is het van belang dat die eindtermen Nederlands gehaald worden. Nederlands is heel belangrijk, dat is echt de basis om in onze samenleving ook verder te kunnen functioneren. Dat is punt één. De manier waarop je natuurlijk die Nederlandse taal verwerft door het te lezen, te schrijven, te begrijpen, dat is de keuze die de scholen zelf hebben om daarover na te denken en om daar pedagogisch het juiste antwoord op te bieden. U zei, laat het de leerkracht Nederlands aangeven, dat vak in zijn samenleving. Er zijn verschillende mogelijkheden om die doelen te bereiken. En het is net het vertrouwen dat wij moeten geven aan de scholen, het vertrouwen dat wij moeten geven aan de koepel, aan de leerkrachten, om daar zelf keuzes in te maken. Het is door die ruimte te bieden en die vrijheid te bieden aan scholen, dat we ook het sterk onderwijs komen. Ik kies er niet voor om vanuit een overheid al die dingen zelf in te vullen. Wij stellen heel duidelijk voorop welke doelen dat er moeten behaald worden om in aanmerking te komen voor verdere subsidiëring. Maar de manier waarop zij dat willen realiseren... Dat heeft u al gezegd. Ik hoor hier een pleidooi, onder meer bij Lievenboeven, om Nederlands te integreren in andere vakken. Laat die andere leerkrachten dan ook maar oog hebben voor Nederlands. Je zou natuurlijk ook kunnen omkeren. Integreren mens en samenleving in andere vakken. Ja. Je zou dat kunnen doen in Nederlands, je zou dat kunnen doen in godsdienst, in geschiedenis, aardrijkskunde. Waarom die piste niet dan? Wel, het is die piste ook. Kijk, er zijn 16 sleutelcompetenties. Die nieuwe sleutelcompetenties zijn eigenlijk zeer sterk uitgewerkt, ook naar inhouden toe. Wij voorzien ook alleen maar in het eerste jaar die twee. We gaan ervan uit dat de Vlaamse regering, als er eindtermen geformuleerd worden voor de tweede graad en de derde graad, dat daar ook vervolgeindtermen op zullen komen. Op dit moment is ons standpunt, maar goed, we moeten kijken hoe dat evolueert met die eindtermen. Voor de tweede en de derde graad, dat weten we nog niet. Om leerlingen eigenlijk ook vanuit ons pedagogisch project een stevige aanzet te geven. En dan in andere vakken met een aantal van die competenties, digitale competentie is duidelijk, maar ook economische competenties, samenleving, burgerschap, om ook in die andere vakken voldoende linken te leggen. Eigenlijk proberen we een en-en-verhaal te maken. Waarom zou je dat dan niet doen in die eerste graad al? Ja. Maar ook in de eerste graad gaan we dat doen. Maar het is een en-en-verhaal. We geven een stevige basis in een vak en we leggen van daaruit dan links naar al die andere vakken. En we hopen dat in de rest van de loopbaan ook te kunnen doen. Maar je hebt ergens wel een basis nodig. Er zijn een aantal basisinhouden. Meneer Daniels heeft er een paar genoemd. Hoe zit onze staatsstructuur in elkaar? Ja. En een aantal basisinhouden die je wel mee moet hebben om die dwarsverbindingen, die kruisverbindingen Meneer Daniels, ik hoorde u hier stilletjes fluisteren. Dat wordt een enorme mix waar we weinig mee aan kunnen. Ja, ik kom zelf uit het onderwijs. Eén, leerlingen, je kunt veel zeggen en motiveren, maar op het einde van de rit zeggen de leerlingen, meneer, trekt u punten af voor grammaticale fouten en dt-fouten en spellingsfouten? Is het antwoord ja? Dan is mijn ervaring dat leerlingen dat terugbekijken.
Hoeveel ik ook zeg dat het belangrijk is en dat ik er geen punten voor aftrek, helaas, of geen punten voorbij krijg, want ik wil ook positief stimuleren en belonen. 1, 2. Als we aan alle leerkrachten vragen, en toch leerkrachten, want op dit moment bekwaamheid bewijzen, wat wil dat zeggen? Je bent opgeleid als in de geografie, als geschiedkundige. Ja. Dat is het domein dat je best beheerst. Als we dan aan al die mensen gaan vragen, om ook al die andere domeinen, zoals u aangeeft, te gaan geven, om ook de geschiedenisleraar, dat die perfect dubbele ontkenningen en dergelijke meer, maar ook aan de wiskundeleraar, dat die geschiedkundige achter... Ja, dan vraag je te veel, denk ik. Ja, maar en een laatste punt is, je moet ook opletten, als je overal alles van alles, dat die leerkrachten niet elke dag moeten staan overleggen van wat geef jij waar, want dan gaan we de planlast van wie doet wat nog veel vergroten. De organisatie wordt moeilijk, hoor ik u zeggen. Ja. Maar goed... Ik wil eerst van meneer Daniels het volgende weten. Ik hoor u in het begin van ons gesprek zeggen, ik ben het eens met de noodzaak die er is vandaag om leerlingen daarin te scholen. We zijn 10 jaar na de financiële crisis. Ik mag hopen dat de volgende generatie geen producten meer gaat kopen waarvan ze niet gaan weten wat ze in huis halen, bijvoorbeeld. Ja, een jaar geleden heeft een jongen in Appelterre is uit het leven gestapt omdat er een naaktfoto van hem op sociale media circuleerde. Ik mag hopen dat dit niet meer gebeurt en dat we onze leerlingen daarvoor wapenen. Daar zijn we het over eens. Klopt. U wil geen Nederlands opofferen, maar hoe zou u het dan wel organiseren? Hoe zou ik het wel organiseren? 1, het is nog eens bevestigd, meneer Boeven heeft gezegd, van 2 uur in het eerste jaar. Nog eens, we hebben graad eindtermen gemaakt. Dus men kan ook in het tweede jaar, maar daar kiest de koepel niet voor, om bijvoorbeeld 1 uur in het eerste jaar en 1 uur in het tweede jaar. Dan moet je nog steeds een uur vinden. Hè? Ja, maar dan is het uur Nederlands in het eerste jaar al niet geschrapt. Hè? Dat is al 1. En welk zou je wel schrappen dan? Dan blijft er 5 uur over. Hè? Dat is 1 zaak. Maar welk zou je wel schrappen? Ja, maar men heeft nu ook al plastische opvoeding ook naar beneden. Ja, die leerkrachten zijn ook niet blij. Die leerkrachten zijn ook niet blij. Hè? Ik hoor bij maar daar is geen uur geschrapt, hè? Dat is gewoon verzet, hè, dat uur. Ja, dat is verzet, maar uiteindelijk er is een uur Nederlands weggegaan voor 2 uur. Mensen in de samenleving te doen, dus is nog een ander uur ook gesneuveld, hè, want anders klopt de rekening niet meer. Nee, toch wel, er is 1 uur meer algemene vorm. Ik denk dat er 1 basis is waar we naar kunnen kijken, en dat is, ik denk dat we met 1 uur al iets kunnen doen. Tweede punt, zoals u inderdaad aanhaalt, dat we bewust in wiskunde, bewust in Nederlands, bewust in Frans, bewust in lichamelijke omvoeding, een aantal zaken onderbrengen waar die leerkrachten competent in zijn. Ik denk het uitleggen waarom een ARCO, dat een aandeel is en geen spaarrekening, dat perfect iets is wat de leerkracht wiskunde kan uitleggen. Kan dat aan bod komen in een tekst in Nederlands? Ook, ja. Maar we gaan dat toch niet bij de leerkracht geschiedenis leggen. Derde punt, wat ik ook niet onbelangrijk vind, op een bepaald moment, en ik hoor het ook, u zegt het nu minder expliciet, maar u hebt het in het verleden wel gezegd, ja, we willen die burgerschap invullen vanuit ons pedagogisch project. Ja, ik hoop toch dat we allemaal samen in dezelfde gemeenschap leven en dat we niet andere burgers gaan vormen, afhankelijk van welke school ze zijn geweest. Ja, en dat burger A... Hoe zou je het organiseren? Ja, je zegt, spreid die 2 uur over de eerste 2 jaar. Ik heb nog een antwoord op uw vraag. En dus denk ik ook uit het vak godsdienst, dat we daar ook naar moeten durven kijken. Op dit moment komen in godsdienst ook een aantal ethische en maatschappelijke thema's aan bod. Ja, daar kunnen we toch ook nog naar kijken, naar de invulling daarvan. Kathleen Helzen, wat vindt u van de voorstellen van Koen Daniels? Dat zijn allemaal mogelijkheden die mijn collega Daniels hier voor ons toelicht. Er zijn heel wat mogelijkheden. Er zijn nog andere modellen die kunnen toegepast worden. Maar ik vind het belangrijk dat de overheid zich bij de taak houdt die ze heeft. En het grote verschil tussen collega Daniels en mezelf is dat ik toch wel de ruimte laat aan het veld om eigen keuzes te maken, om verschillende methoden te hanteren, om die einddoelen te bereiken. Mijn collega wil eigenlijk zich vooral inlaten ook met het hoe binnen ons onderwijs. En ik vind dat uw minister heeft het zelf plenair gezegd dat het geen goed signaal is. De manier waarop het gemeenschapsonderwijs het vandaag invult, 1 van die 5 vrij in te vullen uren gebruikt men daar om dan een soort van burgerschap, men noemt het niet mensen en samenleving, maar goed, het is een gelijkaardig vak om dat daar te geven. In 1 van die 5 vrij in te vullen uren, is dat een te verdedigen manier? Als die doelen die wij voorop stellen en de verwachtingen die wij stellen als overheid bereikt worden, is dat een goede manier. En wij zullen vanuit de overheid daar ook op toezien. We hebben kwaliteitstoezicht via onze onderwijsinspectie. Wij doen ook peilingstoetsen om te bekijken hoe dat de kwaliteit van ons onderwijs evolueert. En wij zullen op die momenten bekijken of dat de resultaten die wij verwachten, of dat die ook behaald worden. Indien dat dan blijkt dat dit een probleem is, dan denk ik dat er toch wel ernstig moet gepraat worden. U heeft al een paar keer gezegd, wij leggen de eindtermen op. Wij zeggen welke competenties leerlingen
leerlingen moeten behalen. Scholen moeten dan zelf bekijken hoe ze dat organiseren. Wat u ook kan opleggen natuurlijk, is de leeftijd waarop die dingen moeten behaald worden. Ik hoor u vandaag zeggen, ja, het is voor de eerste graad. Maar goed, de complexe staatsstructuur kan je misschien beter aan een 17-jarige uitleggen, die dan een jaar later misschien de eerste keer gaat stemmen. Sexting, elkaar naaktfoto's sturen. Ik denk niet dat 12-jarigen daarmee bezig zijn, tieners misschien wel. Moet er toch niet nagedacht worden over die leeftijd? Dus waarop je mensen de samenleving aanbiedt? Wij leggen vandaag in de eindtermen vast welke doelen dat op welk moment moeten bereikt worden. Aan het einde van het basisonderwijs en aan het einde van de verschillende graden in het secundair onderwijs. We hebben ontwikkelcommissies waarin dat verschillende experten samenzitten die bekijken welke inhouden, welke competenties dat er op welke leeftijd kunnen verworven worden. We hebben in het parlement heel duidelijk de beslissing genomen dat het niet enkel en alleen vakexperten moeten zijn, maar ook experten die zicht hebben op de ontwikkeling van jonge mensen, die meekijken of dat het de juiste keuzes zijn die wij maken in het opleggen, in het formuleren van die eindtermen. Komt er iets mens- en samenlevingsachtigs aan voor 17, 18-jarigen, voor de laatste graad? Maar mens en samenleving is zo'n breed thema dat dat eigenlijk van toepassing is voor alle kinderen. Ook in de kleuterschool, in het basisonderwijs, in het secundair onderwijs. Het is echt een onderwerp dat van jongs af aan een aandachtspunt is binnen ons onderwijs. We hebben ook gezien dat we, voor wat het burgerschapszin betreft en de competenties die leerlingen moeten verwerven, dat er wel kennis aanwezig is, maar dat het eigenlijk qua vaardigheden en attitude nog wel ontbreekt bij onze leerlingen en dat het de uitdaging is om met de kinderen op dat terrein ook aan de slag te gaan. Ja. En dat doe je best op alle mogelijke leeftijden. Op alle mogelijke leeftijden. Meneer Boeven, u heeft nog 10 maanden de tijd. Gaat lukken? 10 dagen de tijd? 10 maanden. Ja, 10 maanden de tijd. En dan is 1 september 2019 ongeveer, toch? Ik ben blij dat we het al een jaar hebben kunnen uitstellen. Het wordt hectisch, hè. Dus wij zijn op dit moment uiteraard leerplannen ook aan het maken. Het worden een nieuwe generatie leerplannen, waarbij we ook vanuit lerarenteam sterk de school-eigenaar willen maken van het onderwijs, waarbij de school inderdaad meer keuzes zal moeten maken. Een school die de keuze maakt om die uren op te splitsen over 2 jaar, dat kan. Een school die de keuze maakt om de vrije ruimte anders in te vullen, dat kan. Wij maken graadleerplannen. Wij hopen die leerplannen in eerste versie af te hebben, maar het is nu eerst aan het Vlaams parlement uiteraard om eerst de eindtermen goed te keuren, want eindtermen dat betekent, moeten in de leerplannen staan. Dat betekent, beste parlementsleden, dat er voor jullie ook nog werk op de plank ligt om die 1 september te halen. Bedankt in elk geval, Lieven Boeven van het Katholiek Onderwijs, Kathleen Helzen van de CD&V, Koen Daniels van de N-VA en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.